Hey, waar hou je? Een skelet! Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shooting skulls, they'll shoot your souls. You're not good to wait. Een gedicht uit de la 2.0. Mijn inkomhal. Dat ziet er niet verkeerd uit, dacht ik zo. Niet? Ja. Echt uit de jaren 30, hè? Ja. Dit huis heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd. Ja. En dat is geen sinecure als je weet dat er heel veel bommen op Mortsel zijn gegooid destijds. Oh, wat een licht. Nou ja, dit is dus mijn huis. Dat wisten jullie natuurlijk al lang, maar kijk, grappig hè, dat mannetje. En ja. My house in the middle of the street. My house. Ja, en de buren willen hun huis verkopen. Hoi, piepelooi. Superleuk dat je weer kijkt. Ja, ik dacht ik ga dit keer gewoon beginnen met mijn GoPro beelden. Ja, waarom niet? Dan zijn we er meteen vanaf, toch? Ja, en zoals je ziet, kun je dus ook met je GoPro binnen filmen, zolang het maar zonnig is. Ja, en dat is het op dit moment niet meer. De zon is al ondergegaan. En ik moet me ook excuseren, lieve dames en heren. Ja, want het feit dat ik deze video zo laat post, of hoe moet ik het zeggen, op YouTube, ligt niet aan mij. Nee, ik heb technische problemen ondervonden. De laptop waar ik meestal, waar ik altijd mijn video's mee edit, daarvan werkt de geluidskaart niet meer. Ja? En dan heb ik ook nog mijn eigen computer, wou ik zeggen, maar dat is ook een laptop. Maar die ondersteunt dan weer niet het programma waarmee ik mijn video's edit of monteer. Het is maar hoe je het wilt noemen. En dan heb ik ook nog een oude computer, van oude, tenminste de vorige computer van Sean. En ja, wederom een laptop. Maar daar raak ik niet op internet. Dus wat een gedoe, hè? Echt een kunst en vliegwerk hoor mensen, om deze video in elkaar te steken. Maar we doen ons best. God ja, maar nu vraag ik me plotseling wel af waarom ik in godsnaam zo'n hoodie van PSV aan heb. Oh my god. PSV staat op dit moment vijfde in de Eredivisie. Oh my god. Dat is toch echt PSV onwaardig, man. Verschrikkelijk. Zelfs Willem II staat nog hoger. Oh, 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 oh. Nee. Waar zijn toch de tijden van Romario? Romario, ook hij gaat naar het WK. Romario, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal. 5-1. Wat wordt Steaua hier vernederd? En het grappige is, het leuke is, ik heb van deze god een gehandtekende foto. Jawel. Hè? Nee, echt waar. Nee, dat pakken ze me niet meer af, hoor. Voor minder dan 300 euro zou ik hem toch alvast de deur niet laten uitgaan. En zelfs niet eens voor 300 euro. Dit ding heeft voor mij onschatbare waarde. Sterker nog, ik ga hem inlijsten. Nee, sorry hoor. Met al die malaise daar in Eindhoven op dit moment zou ik echt iets anders willen aantrekken. En het is toch warm, dus. Ja, lap!
Godverdomme, dat meen je niet. Ha! Nou ja. Dankjewel hoor, hogere macht. Geestig. Nou ja, oké. Nou, voel me er wel stoer in anders in zo'n Ajax-shirt. Ten meer, daar er nummer 9 op staat. Mijn nummer en Romario's nummer. En mijn naam. Haha. Nee, ik denk niet dat ik het ooit nog verder ga schoppen dan Ajax 1. Dus ik zal dit shirt maar koesteren. Voor hoeveel zou jij een eigen doelpunt maken? Nou, dat gaat me te ver. Ik denk dat iedereen wel genoeg verdient om geen eigen goals te maken. Dus in die zin blijf je een amateur? Ja. Enfin, hebben jullie zin in een aforisme? Ik zou echt niet weten wat ik hierop moet antwoorden, echt niet. Dank u wel. Dus ik wou, nee, ik vind het niet leuk gewoon. Ik vind het gewoon een kutgesprek. Nee, sorry, ik vind het kutgesprek, joh. Als ik dit geweten had, was ik niet eens gekomen. Ach ja, dan zullen we het eens aan iemand anders vragen. Die mevrouw daar. Mevrouw, kan ik u misschien blij maken met een aforisme? Nee, helemaal niet. Ik zoek de uitgang. Ik ben zo moe als ik weet niet wat. Nou. Wat een animo. Zal ik het aforisme anders gewoon maar overslaan dit keer? Nou. Nee. Ah, eindelijk erkenning van die ouwe lul. Nou, dat doet me veel deugd. Mijn bundel. Jezus, dat wordt echt dik hoor, mijn bundel. Ja. Hoe ik het doe, doet er niet toe. Verguisd. Waar ik een meester in ben, zit helaas niemand meer op te wachten. Alsof ik een kroonprins ben in een bananenrepubliek. Okkelidoki. Snel over naar het kalenderrijmpje. Ik heb besloten om dit keer gewoon het kalenderrijmpje van deze maand voor te lezen. Namelijk uit de kalender 2020. Het jaartal waarin wij allen leven op dit moment. Ja, we gaan dus voor deze maand, februari. Ja, een heel schattig babytje dat daar samen met zijn mama wat op de bank ligt te luieren. Hij lijkt een klein beetje op Sean toen die nog een babytje was. Maar dat zal hij niet graag horen waarschijnlijk. Goed, wat heb je daaronder geschreven? Zeg mama, zet alvast maar de wekker. Want ik lig hier eigenlijk wel lekker. Stop met dat getrut! Oké, tijd voor een gedicht. Uit de la. Namelijk eentje uit, jawel mensen, als klop op de vuurpijl. Een tweede dichtbundel. Alrighty. Hoog tijd nu voor mijn... Oh jee, heb ik dat lord nu nog altijd aan? Oh shit. Frits Philips zal zich omdraaien in zijn graf. Klap toch zeger, ja. Ben je nou tegen jezelf aan het praten? Nee, ik kreeg het van hoger af door. Ah, een literair t-shirt. Nou ja, veel geschikter. Goed. Mensen, zijn jullie klaar voor het gedicht? Of gaan jullie me nu weer boycotten? Oh nee! Oh nee! Beschuld me daar nooit van! My name is nee. My sign is nee. My number is nee. You need to let it go. You need to let it go. Nou, oké dan. Dan zal ik er eens aan beginnen. Een souffleur. Nadat ik schuchter tegenover haar was gaan zitten in een druk studentencafé, staarde ze me aan alsof ze een gedicht in mijn ogen wou lezen. Maar daar kon ze naar fluiten. Ik ben immers geen autocue. Hooguit een souffleur. Oh nee, 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 nee. En? Wat vonden jullie van mijn gedicht? Ja, goed toch? Vind je goed? Ja. Oh, ga naar huis, alsjeblieft. Dat was zelf eens goed. Maar dan mag ik nog een zakje chips willen. Ach, ga weg met jouw zak chips. Wat moet je nog chips hebben? Je hebt in 3 dagen 25 zakjes chips gegeten. Rustig.
Goh, ik heb het toch maar een beetje frisjes hoor in dit t-shirt, bij nader inzien. Dus weet je wat? Ik klap gewoon twee keer in de handen en dan maak ik nog eens iets mee. En heb ik hopelijk iets warmers aan. Of niet? Zo werkt het toch? Van PSV. Ja, dat snappen jullie natuurlijk niet direct, maar ja, het is dus echt een trui van PSV, want in 1913 is die Eindhovense club opgericht. En ja, moet ik nu echt een anekdote vertellen? Oké, één hele korte anekdote dan, hè, aangezien er toch 1913 staat op mijn trui. PSV, hè, de Philips Sportvereniging, is inderdaad in 1913 opgericht. En aanvankelijk was dat nog helemaal geen professionele voetbalclub of zo. Nee, dat was een sportclub voor de arbeiders van de Philipsfabriek. Brood en spelen, hè, zoals in de tijd van de Romeinen. Goed, die sportclub werd opgericht, maar toen hadden ze nog wel clubkleuren nodig, snap je? Als ze toernooien deden of zo. En die voorzitter en de rest van de vergadering urenlang maar nadenken en ze kwamen er niet uit. En op het einde hakte de voorzitter, de kersverse voorzitter van PSV, de knoop door. En die zei, nou jongens, luister, als we er dan toch niet uit raken, er staat hier een glas rode limonade voor me en mijn blad is wit. We nemen gewoon rood-wit. Ja, ja, saai, saai, saai. Ik kan het me voorstellen. Enfin, een streepje cultuur. Nou, hier om de hoek, hè, vlakbij dat schilderij van vorige keer, hangt nog een meesterwerkje. Vorige keer hebben jullie dit schilderijtje, wat natuurlijk geen schilderijtje is, maar een reproductie van een schilderij, namelijk een schilderij van Pablo Picasso, al voorbij zien komen. Dat hangt dus hiernaast. La Dama di Bialetti. Nou ja, en dit schilderijtje van Pablo Picasso is geschilderd in het begin van de 20e eeuw en stelt zijn vriend Jaime Sabartés voor. Dat was een Catalaanse kunstenaar en, net als ik, poëet. Ja, later is deze Sabartés ook nog de secretaris geworden van Picasso. Ze zijn allebei in hetzelfde jaar geboren. Ja, en hij zit heel verveeld, zoals je ziet, in een café. Met voor zich een grote pul bier. En waarom heb ik dat daar nou gehangen? Nou, daar hangt ook weer een verhaal aan vast. Een goede vriend van mij uit Italië, Ennio, die heeft mij erop gewezen dat dit schilderij wel erg veel op mij lijkt. Tenminste, ja, nu niet meer, hè. Maar in de tijd dat ik nog in Triest, hè, in Italië, woonde, ja, had ik ook zo'n kapsel, ook zo'n soort jas, ook meestal een groot glas bier in de hand en tevens die verveelde gelaatsuitdrukking. Hè? Zo zat ik er meestal ook bij. Italiaanse les. Oké, jullie kennen nu al een handvol Italiaanse zinnetjes, hè? Maar vandaag komt er nog eentje bij. Een vrij eenvoudig zinnetje, maar toch wel handig als je dat onder de knie hebt. Hè? Mocht je eens een keer in Italië verzeild geraken of zo, je weet maar nooit.
Wil je weten hoe je in het Italiaans zegt, je bent een stomme lul? Dat is toch wel handig, of niet? Als iemand je afript of zo? Nee? Ja, ik dacht het wel. Je bent een stomme lul is in het Italiaans, sei un brutto stronzo. Ja? Ik denk dat stronzo eigenlijk stront betekent, letterlijk. En brutto, ja, dat betekent lelijk. Dus je bent een lelijke stront, letterlijk. Denk ik, hoewel ik niet zeker ben of stronzo wel stront is. Kring! Ja, voor wat is? Wat vooraf ging. Waf, waf. Heb eens, met zijn tandartsspiermond een keer open. Oké. Heb ik een fok? Van een ook. Die pijn in zijn tandart. Ik heb wel. Tandart is een stomme bulle. Nou, lieve luidjes. We lopen langzaam maar zeker weer naar het einde. Maar niet vooraleer ik 3 keer in de handen heb geklapt. Ah, een beetje griezelen kan nooit kwaad. Hoewel, de laatste tijd is het niet echt griezelen meer, maar eerder entertaining. Maar we zullen wel zien, hè, wat de hogere machten of wie het ook zijn voor ons in petto hebben. De geesten misschien, maar daar geloof ik niet in. Maar ik geloof nergens in. Niet eens in mezelf. Enfin, genoeg geluld. Mary, Mary, let's go. Ha! Kijk, waar hou je? Een skelet! Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Zo! Ja, los! Hier! Het goud! Nee! Dat is goud! Kan ik echt niet meer bang om worden, hoor. Maar ik vond het wel leuk. Beetje lichaamsbeweging kan toch geen kwaad. Ik leek zelfs wel een beetje op mijn danspartner vanavond, of niet? Ja, en nu is dus aflevering 7 bijna klaar. Ik vraag me wel 1 ding af. Hè? Ben ik eigenlijk wel goed bezig? Wat een ongelooflijke mooie uitzendingen waren dat. Het is jammer dat ik het zelf moet zeggen. Goed gepresteerd. En ga zo door. Nou, als hij het zegt, dan zal het wel waar zijn. Maxime Hartman. Nee, echt waar. Ik ken geen grotere brutto stronzo dan Maxime Hartman. Dus dan zit het allemaal wel snor. Oh ja. Ja, dat snap ik. Ja. Goed, weet je wat? Aangezien ik toch een truitje aan heb. Nou, dan wil ik nou een jasje aan. En dan ga ik de bloemetjes buiten zetten. Toch? Olé! Nou, toedeloe! Wat zei ik nou? De bloemetjes buiten zetten. Nee, ik bedoelde de vuilniszakken. Oké. Tot de volgende keer. Marie.